Sommige sporten kun je tot op hoge leeftijd blijven beoefenen. Eén daarvan is karate. De 72-jarige Herman Veldman uit Bolsward beoefent al jaren deze edele verdedigingssport. In zijn sportschool, Dojo, geeft Veldman naast karate ook les in aikido en jaido. Onlangs haalde de krassenknaar zijn vierde dan in karate. Hij moest hiervoor een serie bewegingen uitoefenen waarbij de nadruk ligt op het perfectioneren en verfijnen van technieken. Meneer Veldman, vorige week de vierde dan behaald voor karate. Maar dat is in ieder geval wel bijzonder, want wat is uw leeftijd als ik vragen mag? 72. En doet u al lang aan karate? Dat zal ongeveer 40 jaar zijn. Ja, okay. Ja. We spreken wel met een ervaringsdeskundige. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Zo'n vierde dan halen, dat is volgens mij niet niks, want daar moeten nog 3 aan vooraf gaan. Wat heeft u er allemaal voor moeten doen? Vrij harde trainingen en voor jezelf. De laatste half jaar heb ik bijna elke dag getraind daarvoor. Ja. En dan moet je speciaal oefeningen doen en hoe ziet zo'n examen er dan vervolgens uit? Examen is Kihon, dat is basistechnieken. Dus heen en weer lopen met stoten en trappen, zeg maar. Dan heb je partneroefeningen. En je hebt de kata's, dat zijn vormen. Die zijn bedoeld, dat is vaak echt voor zelfverdediging, zoals het vroeger ook ontworpen is. Later zijn er sportvormen gekomen. Dat waren er eerst niet, het was gewoon voor overleven, zeg maar. Zo is het. En om dat te trainen, hebben ze kata's ontworpen. Dus het zijn bepaalde verdedigingen en tegenaanvallen die je zonder tegenstander uitvoert. Het valt onder vechtsporten. Maar je kan ook het woord budo gebruiken. Budo is verzamelnaam van Japanse vechtsporten. U bent al aardig lang bezig, maar als ik even omreken, bent u volgens mij vrij laat begonnen. Hoe is dat zo gekomen? Ik ben met 21 ben ik judo gaan doen. Eerst een paar jaar, daarna gestopt. En opeens met 31 ben ik weer begonnen. Ja, we staan hier in uw sportschool, mag ik wel zeggen. Een bescheiden ruimte in Bolsward. U geeft ook al lang les? Ik geef ongeveer 30 jaar al les. Welke mensen komen hier? Ik heb geen jeugd meer. Heb ik vroeger wel gehad. Ik ga vroeger les in Harlingen. Ik doe nu alleen senioren. Dan hangen hier aan de wand ook een paar vervaarlijk uitziende zwaarden. Want die sport behoeft u ook nog. Ja, dat klopt. Dat is de Iaido. Dat is veilig vroeger training voor de samurais. Hè, zoals die trainen. En dan gebruiken ze die vormen. Ook ter en denkbeeldige tegenstanders, zeg maar. We kennen natuurlijk allemaal die films waarin we vaak van die samurai-zwaarden zien. Is het ook gevaarlijk? Meer voor jezelf. Dat je bijvoorbeeld, je hebt natto, het terugbrengen van het zwaard en het trekken van het zwaard. Dan wil je nog wel eens in je hand snijden, zeg maar, als je ongeoefend bent. Maar ja, leerlingen beginnen altijd met een boken, houten zwaard. Daarna een iaito, dus een oefenzwaard. Dus niet scherp, wel van metaal, maar niet scherp. En bij mij kennen ze pas, bij de vierde dan, mogen ze een scherp zwaard gebruiken. Dus je moet wel wat vaardigheden hebben om ermee aan de slag te kunnen. Absoluut. En ben je wel 10 jaar bezig al, zo'n beetje. Er zijn dus verschillende dans. Nou, de eerste 4 zijn binnen dus, begrijp ik. Gaat u nog verder? Eerst voor iaito nog. Mijn laatste dag, de 7e dan, zou dat worden. Dan ken ik niet verder. Je ontwikkelt je blijft je ontwikkelen. Hè. Je bent nooit uitgeleerd. Nee. En daarna zien we wel met karate weer wat er gaat gebeuren. Maar ja, dan ben ik alweer een stukje ouder. Dus, Voorlopig zijn er nog geen plannen om te stoppen? Nee, bepaald niet. Nee.